1976, 11 jaar geleden, kwamen we John Bos voor het eerst tegen in de autosport op een kart. We vroegen hem welke vorm van autosport hij ambieerde. Ja, Formule 1 wel. Ja? Waarom zou je dat willen? Ja, mooie sport vind ik het. Ja, nee. Omdat ik er nou wel een beetje in zit. Later wil ik wel doorgaan. Ja, al mijn favorieten doodgegaan. Dat was Carlos Page. Nou, en Niki Lauda die rijdt erg goed. Ja, dat is ook een goede rijden. En James Hunt ook, daar hebben we nog mee in de krant gestaan. Bijna 70 auto's. In deze finale waren er nog 60 over, maar ze waren onwaarschijnlijk goed geprepareerd. Aan de leiding de Range Rover van Maurice Gierst. Rechts in beeld, het grijze geval. Guy Consul reed er nog Parijs-Dakar mee, maar hij kwam niet ver. Vandaar dat deze wagen nog zo goed is. En inmiddels is John Bos hem voorbijgevlogen. John Bos, de man die de eerste rally dit jaar won voor het Nederlands rallykampioenschap. 21 jaar oud, komt uit Harderwijk. En de auto, dat is een Audi Quattro. En die kan natuurlijk driften. Maar van het harde strand, wat een kilometer lang was, nu op het Mullenstrand. En we gaan kijken of John Bos dan nog zo snel is. En waar is Spencer Lowe, de Amerikaan? Die hebben we nog niet gezien in zijn Nissan. En hier een opstopping met die gele jeep. Frans Post won ooit bijna de strandrace 2 jaar geleden. Maar nu komt hij niet ver. Ja, we gaan nog eens met z'n allen daar staan kijken. En John Bos, die gaat nog steeds door. Niet echt vol meer, want let u op die Audi Quattro daar achteraan. Bengelt al het een en ander. Want de jumps waren voor de 4x4 aangedreven auto's iets hoger dan voor de autocrossmannen. En daar met 332, Rick van Ballengooien. Ja. Heeft hij meer verstand van, denk ik, dan van autorijden. En daar is dan John Bos de leider. Maar die is hevig aan het stomen. Die wordt ook met een rode vlag tot stoppen gemaand. En het is dan niet omdat zijn radiator lek is. Maar natuurlijk vanwege de puinhoop in de bocht. Waar nog een heleboel rijders vaststaan. John Bos.